De selectie gekozen niet voor een kostuum, maar voor een los colbert, onconstructed zoals je ziet. Dus bijna geen voering, maar een los jasje, een losse blazer, een veehalstruitje en een losse blouse met een mooie chino. Dus het is wat casualer geworden dit jaar met een paar leuke vlotte schoenen. Dus wat nonchalant, ook geen stropdas voor de spelers hebben gekozen, dus het kan allemaal los. Ja, en voor de overige heren van de directie, raad van commissaris en dat soort zaken hebben we toch gekozen voor het traditionele kostuum. Het is wel alle twee dezelfde stof, dus alle twee, zowel het jasje als het pak is van dezelfde stof gemaakt, waardoor je wel uniformiteit blijft houden. En voor de rest is het lekker nonchalant van deze tijd, mooi getailleerd, dus wel allemaal Italiaanse sniet en lekker vlot. Toeval is dat de burgemeester van Doesburg een enorme Vitesse-supporter is. Ik zou het geen toeval noemen. Ik vind het een logische aangelegenheid. Ik heb nu 14 jaar met mijn zoon samen een seizoenkaart bij Vitesse. En waar zit u in het stadion? We zitten op Zuid. Aan de rechterkant weliswaar. Wij zitten. We staan niet de hele wedstrijd. Maar het is een fantastische sfeertribune. Dat is echt heel goed en heel mooi. En de plek om uit te kijken over het veld is fantastisch.